Ik geloof dat de uitzending nu begint. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Voorschoten. We hebben bericht van verhindering van de heer In het Veen en de heer Van Rikstel. Ik heet u allen welkom. In het bijzonder natuurlijk mevrouw Stemerdink. Fijn dat u er bent vanavond. En een beperkt aantal, maar toch familie en vrienden. Fijn dat u er bent. Onze commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Smit, hartelijk welkom. En de heer Andriessen, chef kabinet. Ik heet van harte welkom de heer Lenferink. Onze, zeg ik hier, regio-burgemeester, burgemeester van Leiden. Ik heet hartelijk welkom burgemeester De Lange van Wassenaar. Fijn dat hij er is, want dat is de gemeente waarin wij in een soort scheidingsprocedure zitten. Maar het gaat op een minderlijke manier en we blijven ook heel veel dingen in de toekomst samen doen. Burgemeester Tichelaar is aanwezig, heel belangrijk, want hij is de burgemeester, ja, die eigenlijk de latende burgemeester is, want daar komt wethouder Stemerdink vandaan, die straks onze burgemeester in Voorschoten is. En ik moet het toch even zeggen, burgemeester Mol uit Laren is er ook. En daar gaat het natuurlijk goed mee, want die heeft goede opleiding genoten hier in Voorschoten. En vanaf deze week mijn collega in de Gooi- en Vechtstreek. Dat is nog even wennen, maar wel bijzonder. En ik heet natuurlijk u allen hartelijk welkom. En ook degene die thuis mee kunnen kijken, degene die via de videowall aanwezig zijn. We hadden graag gewild u allemaal hier binnen te kunnen ontvangen. Maar met corona is dat helaas niet mogelijk. Ik vraag aan de raad, maar volgens mij gaan ze instemmen of u akkoord bent met de agenda. Dat bent u allemaal, zie ik. En dan ga ik vragen of de raadsgriffier, zit hier naast mij, de heer Urban, het koninklijk besluit zou willen voorlezen. Goedenavond, aanwezigen en de kijkers via het scherm. Op de dag dat de koning de verjaardag van de koningin viert, mag ik hier het koninklijk besluit voorlezen waar deze bijeenkomst uit voortkomt. En dat besluit luidt als volgt. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 april 2021, directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directie Democratie en Bestuur, afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 17 mei 2021 te benoemen tot burgemeester van de gemeente van Voorschoten, mevrouw Nadine Stemerdink, dokter Anders en Stemerdink staat er te Voorburg. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. En dit besluit is getekend te 's-Gravenhage op 16 april 2021 door de koning en de minister. Tot de beëdiging, want daar gaat het toch vanavond om. En dan zou ik de chef-kabinet van de provincie Zuid-Holland, de heer Andriessen, willen vragen om de akte van beëdiging voor te lezen. En ik zou de commissaris van de Koning en de bijna-burgemeester mevrouw Stemerdink willen vragen om aan weerskanten van de staattafel te gaan staan. En ik vraag u allen, voor zover u daartoe in staat bent, om te gaan staan. Heden, de 17 mei 2021, heeft mevrouw Dr. Anders N. Stemerdink bij koninklijk besluit van 16 april 2021, nummer 202-1-300-793, benoemd tot burgemeester van de gemeente Voorschoten, in handen van mij, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, in gevolg artikel 65 van de gemeentewet, de volgende verklaring en belofte afgelegd. Ik verklaar dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dan wil ik u verzoeken om. Dan kunt u weer gaan zitten, maar de commissaris en de nieuwe burgemeester zullen de akte ondertekenen.
gaan. Zo, daar zit je vast. Ja. En dat komt meer aan, hè? Ja, het ligt zo. Ja, dankjewel. Dank u wel. Daar zit je aan vast, hoorde ik. Mooi voor het verslag van de vergadering. Ik geloof niet dat de toespraak is van de CDK, want hij zou na de ondertekening een toespraak houden. Dat begon met daar zit je aan vast. Maar voor de rest van de toespraak nodig ik u graag uit. Mevrouw de burgemeester. Je familie, ook je dierbare oom en tante die er zijn. Wat zult u trots zijn met elkaar. Dames en heren, hier alle bij elkaar. Laat ik beginnen met een citaat. Ik hou van het lokaal bestuur. Ik hou ervan om in die rol iets voor mensen te kunnen betekenen. En die uitspraak is van Nadine Stemerdink, die zojuist beëdigde nieuwe burgemeester van Voorschoten. Een mooie uitspraak die haar typeert en die haar drijfveer laat zien. Ooit werd ze aangemoedigd door haar vader, die was raadslid in Voorburg, om niet langs de kant te blijven staan, maar aan de slag te gaan in het openbaar bestuur. En die wijze raad heeft ze opgevolgd en vanuit haar innerlijke motivatie vormgegeven. Want ook al zit de politiek in je genen, of zoals laatst een patiënt van mijn vrouw zei, het zit in de genen. En of je opvoeding, je moet het toch zelf doen. En dat heeft ze gedaan en laten zien. Al bijna 20 jaar lang dient Nadine Stemerdink toegewijd de publieke zaak. En ze heeft er altijd van genoten en er veel voldoening uit gehaald. En ze is haar aanstekelijke enthousiasme in die periode absoluut niet kwijtgeraakt. Ik denk je daarmee ook de harten van de mensen hier in Voorschoten hebt veroverd met jouw aanstekelijke enthousiasme en positivisme. Dat is heel belangrijk in deze tijd. Natuurlijk ook naast je ervaring en wat je inhoudelijk meebrengt. Laten we dat niet vergeten. Vandaag zet Nadine Stemerdink een prachtige nieuwe stap in haar loopbaan in het openbaar bestuur naar het burgemeesterschap van Voorschoten. Je zult vast af en toe in je armen moeten knijpen van het is echt waar. Dat herinner ik ook me toen ik zelf het bericht kreeg dat ik commissaris werd. Dus ik ken dat gevoel. Het is echt waar. Ze hebben voor je gekozen. En graag wil ik haar en haar dierbaren daarmee van harte feliciteren. Geluk wensen ook voor iedereen in Voorschoten. Gemeenteraad, collegeleden, medewerkers en vooral ook de inwoners van Voorschoten. U krijgt een hartstikke goede en leuke, prettige burgemeester. Daar sta ik voor in. Ik heb begrepen dat sommige mensen de overstap van Nadine Stemerdink naar het burgemeesterschap een verrassing vinden. En voor mij was het dat niet. In de zomer van 2018 organiseerden wij in het provinciehuis van Zuid-Holland een bijeenkomst voor vrouwen met belangstelling voor het burgemeestersambt. En vrouwen die aan het nadenken waren over de vraag of dat wellicht iets voor hen zou zijn. En zoals u weet zijn vrouwen nog ver in de minderheid als het gaat om burgemeestersposten. Ongeveer een kwart. Het is goed daar aandacht voor te hebben en er mogelijk iets aan te doen. Vandaar die bijeenkomst destijds. En u begrijpt ook, Nadine Stemerdink was daarbij. Was je erbij? Ja, u was er toch bij? Jazeker, ja. Ja, anders maak ik een vergissing. Ja, je zat even zo te kijken. Denk van, nou heeft u, nou. Het heeft haar vast geholpen bij haar oriëntatie op het openbaar bestuur en haar eigen rol daarin. Hoe dan ook, ze heeft de pen gepakt en een brief geschreven toen hier in Voorschoten de zoektocht naar een nieuwe burgemeester begon. Ook ouderwets, de pen en papier. Je hebt gewoon een brief getikt op je computer en die opgestuurd. En Voorschoten zocht een daadkrachtig boegbeeld met een warm hart voor de samenleving. Zo luidde de aanhef van de profielschets. Iemand met bestuurlijke ervaring die tegelijkertijd teamspeler, houdt volleybal, teamspeler, ambassadeur en bruggenbouwer is binnen en buiten de gemeente. Met oog voor veranderingsprocessen en organisatievraagstukken. En dat op integere, communicatieve en omgevingsbewuste wijze.
En in die schets werd uiteraard ook vermeld wat Voorschoten, zo te zeggen, in de aanbieding had als parel aan de Vliet met volop groen, een centrale ligging, uitstekende voorziening en veel gemeenschapszin. Ik vat die profielschets maar even kort samen. Op 16 november vorig jaar was ik in de gemeenteraad te gast voor een prettige vergadering. Het was in Wassenaar trouwens, waarin die profielschets is besproken en vastgesteld. Daarna is de advertentie geplaatst en ging de carousel draaien. En de belangstelling voor het burgemeestersambt voor Voorschoten was groot. Ik kreeg 33 sollicitatiebrieven op mijn bureau. U weet, als u burgemeester wil worden, dan schrijft u een brief aan de majesteit op tussenkomst van de commissaris. Dus die brieven die komen bij mij op mijn bureau. En zo kreeg ik er 33. En in het licht van wat ik net zei over vrouwen met belangstelling voor het burgemeestersambt, van de 33 waren er 16 vrouwen. Net niet de helft. Toch aardig om ook even hier te melden. Uiteindelijk gaat het uiteraard natuurlijk niet om de seksen, de huidskleur of wat dan ook van iemand, maar om de vraag of er een goede match is. Of vraag en aanbod zogezegd samenkomen. En de vertrouwenscommissie van Voorschoten, van de gemeenteraad van Voorschoten, heeft daartoe een aantal gesprekken gevoerd uit een royale selectie, want de vangst was royaal. Een aantal gesprekken gevoerd en aan het einde van de reeks viel dus de keuze op Nadine Stemerdink. En de uitkomst van de uitstekend verlopen procedure kan ik volledig onderschrijven. Nadine is, wat ik zei, een stevige, optimistische bestuurder. Die blaast je niet zomaar omver en houdt haar lach altijd paraat. En ik verwacht dat zij haar gedrevenheid en haar enthousiasme ook hier in Voorschoten bij de uitoefening van het burgemeestersambt zal laten zien. En daarbij kan ze uiteraard ook bogen op de ervaring opgedaan tijdens haar carrière. En u weet misschien, zij werkte ooit ook, toen ik aantrad als commissaris, was Nadine een van mijn kabinetsmedewerkers bij de provincie Zuid-Holland. En heb ik veel plezier met haar gehad, ook waar het gaat om het begeleiden van de burgemeestersprocedure. Want daar was jij mee bezig. En het verrast me ook helemaal niet dat jij nu op deze plek zit. Ik zie nog een andere oud-medewerker zitten, Eva de Groot. Ook goed terecht te komen, mag ik wel zeggen. Ja, ik vind het altijd prettig als mensen in je buurt werken, dat het eerder een stepping stone is dan een dead end street. Nou, dat geldt voor jou en dat geldt voor Eva ook, maar daar ben ik trots op. Het geeft mij dus ook een gevoel van grote trots. Terwijl ze bij de provincie werkte, was Nadine Stemerdink ook raadslid in Leidschendam-Voorburg van 2002, totdat zij in 2015 het wethouderschap ging bekleden. Mij dunkt een mooie aanloop naar de carrièresprong van vandaag. Een uitgemeten sprong dus, maar ook een gedurfde, want we hebben het niet zomaar over een baan. Het burgemeestersambt is namelijk veel eisend en ook vaak gecompliceerd. Eigenlijk zijn het meerdere banen in één ambt. Ga maar na, je bent raadsvoorzitter, collegevoorzitter, bewaker van de integriteit, burgermoeder, handhaver van de openbare orde en hoeder van de veiligheid. Dat is een heleboel bij elkaar. En het is zeker niet verwonderlijk dat de positie van de burgemeester vaak wordt besproken en dat er in vele geledingen over wordt nagedacht. Kort geleden werd op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een interessant onderzoek de aandacht weer eens voluit op het burgemeesterschap gericht. Het rapport Bogers heb ik het over. Met veel aandacht voor de rollen en taken van de burgemeester, die ik zojuist noemde, en ook een aanzet tot discussie over de kroonbenoeming, het systeem dat we nu kennen, versus de gekozen burgemeester. Het is goed mogelijk dat hier tijdens de formatie dat het er ook daarover zal gaan. Want naast de problemen over corona, klimaat en stikstof vraagt ook een ander thema volop aandacht, namelijk het vertrouwen tussen overheid en burgers. En daar is het de laatste tijd veel over gegaan, zoals wij allen weten. Het is in dit verband dat ik mijn standpunt over de aanstellingswijze van de burgemeester naar voren breng. En een aantal van jullie weet precies wat ik nu ga zeggen. Want ik doe dat niet voor het eerst. Maar nu de formatie toch wat langer duurt, hoop ik dat de onderhandelaars meeluisteren. Waar naar mijn inzicht de samenleving in deze tijden van crisis en onrust behoefte aan heeft, is stabiliteit. En de kroonbenoemde burgemeester, die onafhankelijk is en boven de partijen staat, is zo'n broodnodige stabiliserende factor. Is volgens mij niet verstandig, zelfs dom, daaraan te tornen en het systeem om te gooien. Niet tijdens deze formatie en ook niet daarna.
Denkt u maar aan de uitdrukking van het kind en het badwater. Overigens, in mijn beleving zijn ook waarnemend burgemeesters belangrijke stabiliserende factoren. In het geval van Charlie Abtrood is het bovendien iemand die met rust en autoriteit de juiste dingen doet. Anders zou ik hem natuurlijk ook niet hebben gevraagd voor Voorschoten. Ik heb jou ras van stal gehaald toen je klaar was in Zoetermeer. Het waren twee fantastische maanden, vertelde hij mij. En toen je pensioen en toen mocht ik je vragen voor Voorschoten. Charlie, ik heb je al een paar keer eerder uitgeluid en met verdiende lof overgoten. In Zoetermeer uiteraard en ook na je waarnemerschap in Wassenaar destijds. Ik hou het nu kort, opnieuw heel hartelijk bedankt en een hartelijk applaus voor wat jij gedaan hebt voor Voorschoten. Vanaf vandaag gaat Voorschoten verder met burgemeester Stemerding. Ze kwam hier al vaak toen ze nog scholier was en later natuurlijk ook. Voorschoten is voor haar dus vertrouwd terrein. Maar toch, nu is het natuurlijk wel anders als eerste burger. In elke gemeente, en dus ook in Voorschoten, liggen de spannende dossiers en ingewikkelde vraagstukken. Ik noemde net al wat crisisonderwerpen, zoals de klimaatverandering en de coronapandemie. En die spelen uiteraard ook lokaal. Dan is er bijvoorbeeld ook nog het actuele vraagstuk van het sociaal domein, met name de jeugdzorg. En de zware last die veel gemeenten hier moeten dragen. Sowieso zijn gemeentefinanciën een belangrijk thema, zoals we hier in Voorschoten goed weten. En dan heb ik het nog niet eens over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Verder gaan de digitalisering en de energietransitie die volop gaande is. Een belangrijke opgave voor Voorschoten is al genoemd, is de ontmanteling van de werkorganisatie Duivenvoorde. Ik heb dat eerder een prettige volwassen ontvlechting genoemd, geen vechtscheiding, maar jullie gaan als goede vrienden weer met elkaar verder, maar dan wel allebei apart. Daar heb ik ook op aangedrongen destijds toen dit aanstaande was en ik ben blij te constateren dat het ook zo loopt. Het is een bewuste keuze geweest deze specifieke samenwerking stop te zetten. Een keuze die erom vraagt zorgvuldig te worden afgerond. En dat gaat u met z'n allen doen, daar heb ik alle vertrouwen in. Als het gaat om bestuurlijke samenwerking is het vizier van Voorschoten duidelijk gericht op de Leidse regio. Voorschoten wil in die samenwerking een constructieve rol spelen. En dat stemt mij verheugd, zoals ik al zei, in de profielschetsvergadering. Het is echt, mensen, het is echt belangrijk dat de gemeenten in de Leidse regio gezamenlijk en sterk de toekomst ingaan. En dat ze dat doen vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid, zonder dat vooraf precies vaststaat in welke vorm die gezamenlijk straks wordt gegoten. Maar ga ook niet het gesprek erover uit de weg. Het is echt nodig dat er stappen in gezet worden. Dit is een thema voor u allen hier in Voorschoten en niet in de laatste plaats voor u, de nieuwe burgemeester. En mijn pleidooi luidt, laat het niet een processie van Echternacht worden. Twee stappen vooruit, één het achteruit of nog erger. Eén stap vooruit en twee achteruit. Dat is een omgekeerde processie. Maak er wat van. En ga met elkaar het gesprek aan en doe dat op een constructieve manier. Wat de uitkomst ook mag zijn, want daar ga ik verder geen dwang op leggen. Mevrouw de burgemeester, dames en heren, mij dunkt dat u allen hier in Voorschoten aan de bak kan. Ik wens u een bijzondere en goede samenwerking toe. En die samenwerking gedijt bij onderling vertrouwen. Bij verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en het gunnen van ruimte. Wij duwen een burgemeester af, die gaat het voor het eerst doen. Laat zij een nieuwe collega van jou, de woorden van, nou weet je ook weer, dat ben ik even kwijt. Omdat ik dat nooit gedaan heb, denk ik dat ik het kan. Pippi Langkous. Ja, dat weet jij dan weer, ja. Omdat ik het nog nooit gedaan heb, denk ik dat ik het wel kan. Dat wens ik jou ook toe en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik heb er ook naar gekeken, maar ik kwam even niet op de naam. Maar die samenwerking gedijt bij onderling vertrouwen, bij verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en het gunnen van ruimte. En geef deze jonge burgemeester de ruimte om het ambt op haar manier te ontdekken en in te vullen. En geef die ruimte in het vertrouwen dat het goed komt. Daar heb ik alle vertrouwen in en ontdek dat ook. En ik hoop en verwacht dat u hier in Voorschoten op deze manier met elkaar de toekomst zult ingaan. Ik wens u allen, maar vandaag in het bijzonder de nieuwe kroonbenoemde burgemeester Nadine Stemerdink, heel veel succes en maak er wat van.
Meneer Smit, onze commissaris, dank voor de toespraak. Dan geef ik graag het woord aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, mevrouw Van Menen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, geachte aanwezigen. En in het bijzonder burgemeester Nadine Stemmerdink, commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester van onze regio van Leiden, Henry Lenfrink. Geachte kijkers, vandaag staan we aan het begin van een nieuw avontuur voor de gemeente Voorschoten. Dat geldt voor u, mevrouw Stemmerdink, maar vanzelfsprekend ook voor de inwoners van Voorschoten, het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. Altijd spannend, zo'n nieuw begin. Dat we met elkaar aan de start staan, is niet toevallig zo gekomen. De commissaris gaf het al even aan. Er is een heel proces aan vooraf gegaan. In september vorig jaar is de procedure opgestart. Waar we in de raad nog wel eens treuzelen bij het maken van keuzes, is dit proces volgens een ambitieuze planning doorlopen. We zijn daarbij dank verschuldigd aan de G4 en de gemeentesecretaris voor hun uitstekende begeleiding en advisering. Aan de hand van de profielschets zijn gesprekken gevoerd met diverse kandidaten. Juist het feit dat Voorschoten meer is dan alleen een aantrekkelijke woongemeente bracht de meeste kandidaten tot hun keuze voor Voorschoten. Als groen dorp midden in de Randstad staan we dan ook voor een aantal behoorlijke uitdagingen. We zijn een klein dorp dat graag zelfstandig wil blijven. Waar we in het verleden ons heil hebben gezocht in een strategische ambtelijke samenwerking met Wassenaar, is in de praktijk gebleken dat die samenwerking niet bracht wat we nodig hadden. In plaats van vereenvoudiging heeft het slechts complexiteit toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het werken in verschillende regio's. Daarom wordt er nu hard gewerkt aan het opstarten van een eigen ambtelijke organisatie, waarmee we graag een andere samenwerking met onze inwoners willen aangaan. Van een nee tenzij naar een ja-mits houding, zodat we alle kennis en kunde in de samenleving ook voor ons mooie dorp kunnen laten werken. En we ons in de regio optimaal kunnen laten zien, in de woorden van onze waarnemend burgemeester, als een klein maar slim en dapper dorp. Dat wil zeggen dat we de grote opgaven, zoals de warmtetransitie, de RES, mobiliteit, de woonopgaven, samen met de regio oppakken. En in ons dorp gewoon goed uitvoeren wat we zelf kunnen. Om deze verandering te realiseren is inzet van iedereen nodig. En dus ook van onze nieuwe burgemeester. In dit dorp vol mondige burgers moet ze een boegbeeld zijn voor alle inwoners. Met ook aandacht voor de wat minder vocale inwoners. Daarnaast hebben we graag dat ze de opbouw van de ambtelijke organisatie en bijbehorende cultuurverandering helpt doorvoeren. Dat ze de belangen van Voorschoten in de Leidse regio uitstekend vertegenwoordigt. En dat ze ons als raad helpt om prioriteiten te stellen en besluiten te nemen. Wij hebben er als raad vertrouwen in dat Nadine Stemmerdink met haar enthousiasme, daadkracht en bestuurlijke ervaring een uitstekende burgemeester voor Voorschoten zal zijn. Gedurende onze gesprekken heeft ze ons overtuigd dat ze zowel in regionaal verband kan beïnvloeden als op lokaal niveau samen met inwoners zaken kan realiseren. Wij zien er naar uit om samen de eerste stappen te gaan zetten om van Voorschoten naast een prachtig woondorp ook een voorbeeld van een bruisend zelfstandig dorp in een goed samenwerkende Leidse regio te maken. Beste Nadine, van harte welkom als burgemeester van Voorschoten. Aan mij de eer om je ook nog een klein presentje te overhandigen. Een teken om te laten zien dat je nu echt van Voorschoten bent. Ja. Mevrouw Van Menen, dank u wel. En dit is ook eigenlijk
het laatste van het werk van de vertrouwenscommissie, de afronding daarvan. En ik zou u, maar alle leden van de vertrouwenscommissie en de adviseurs, u heeft het al genoemd, van harte willen bedanken voor het heel goede werk wat u hebt gedaan. En ook in dat het zo goed in alle vertrouwelijkheid is gegaan. Zo hoort het ook. Alle leden van de commissie, hartelijk dank. Dan wil ik graag zo het woord geven aan een burgemeester die de afgelopen week bij deze commissaris van de Koningin beëdigd is. Maar niet zoals vanavond voor de eerste keer, niet voor de tweede keer, niet voor de derde keer, maar, dames en heren, voor de vierde keer, toch? Derde keer? Nee. Ja, het is de vierde. Ja, het is de derde keer beëdigd, ja. Het is, nee, de... Nee, de vierde keer. Elke termijn wordt beëdigd. Ik leg het u nog wel eens uit, zal ik maar zeggen. Ja. Ik ben bij de, ja, als de commissaris zegt dat die klopt, dan ga ik ook aarzelen. Maar het is echt. Ja, het is het begin van de vierde termijn, dus de vierde beëdiging. En de heer Lenfrink is dus met 18 jaar de langst zittende burgemeester van Nederland. En hij is Leiden niet moe, maar nog veel belangrijker, Leiden is hem nog lang niet moe. Integendeel, dus ik vraag uw aandacht voor onze regioburgemeester, de net herbenoemde langst zittende burgemeester van Nederland, de heer Lenfrink. Ja. Meneer de commissaris van de Koning, meneer de voorzitter, tot voor kort waarnemend burgemeester van Voorschoten, leden van de gemeenteraad, dames en heren wethouders, waarde collega, overige aanwezigen en natuurlijk mevrouw de nieuwe burgemeester van Voorschoten, beste Nadine. Het begint een beetje een gewoonte te worden dat ik hier in deze gemeenteraad acte de présence geef bij de in- of uitgeleide van een burgemeester. Maar dat doe ik graag. Per slot van rekening is Voorschoten een hele mooie gemeente. En hier bij het prachtige kasteel Duivenvoorde is het zeker bepaald niet onaangenaam. Bovendien heeft het ook wel wat dat de langstzittende burgemeester van ons land de kortstzittende burgemeester toespreekt. En ook al is de aanleiding het voortijdige vertrek om gezondheidsredenen van de alom gewaardeerde Pauline Bouvy, die ik zag dat nog even naar ons aan het kijken is op dit moment. Dag Pauline. Is die aanleiding ook een verdrietige. Vanavond is het feest. Want we hebben de nieuwe burgemeester de eed zien afleggen ten overstaan van de commissaris van de Koning. En we zullen straks gaan zien dat haar, zoals het hoort, de keten wordt omgehangen. Zodat Voorschoten weer helemaal compleet is. Ik wil iedereen, Nadine en haar familie natuurlijk, maar ook de gemeente Voorschoten en alle inwoners, van harte feliciteren met dit heugelijke feit. Ik las overigens, Nadine, dat je jezelf omschrijft als een boerenmeisje. Dat houdt van een dorp met een historische kern en alle gezelligheid die daarbij hoort. In dat opzicht moet ik je overigens wel waarschuwen. Want hoewel de paardenmarkt hier fameus is en al heel lang bestaat, heeft Voorschoten toch niet helemaal het karakter van een boerendorp. Daarvoor is het altijd net te chic geweest. Maar dat maakt die gemeente juist ook heel bijzonder en aantrekkelijk. Ik denk dat jouw karakterisering van jezelf samenhangt met de afkomst van jouw familie uit het oosten van het land. Hoewel je eigenlijk zelf in het westen bent opgegroeid, heb je die roots nooit verloochend. Integendeel, je retweet af en toe berichten uit de Achterhoek, schijnt fan te zijn van de Sallands Neder-Saxische band De Bakkers en je spreekt naar verluid zelfs Neder-Saxisch. Onder het motto: hij plat kunt praten, moet neerlaten. Dat doet mij natuurlijk deugd, want hoewel ik inmiddels behoorlijk wortel heb geschoten in deze omgeving, hoort iedereen meestal snel waar mijn wieg heeft gestaan. Wie zal het elkaar goed kunnen begrijpen, Nadine. Met Nadine Stemmendink, dames en heren, heeft Voorschoten iemand als burgemeester gekozen die de politiek en het openbaar bestuur met de paplepel ingegoten heeft gekregen. Met een vader als raadslid in Voorburg en statenlid, met een oom in de nationale politiek, we kennen hem nog als voormalig minister van Defensie, was er altijd ruimte voor politieke discussies en dat moet haar mede hebben gevormd. Ze werd al jong raadslid, eigenlijk op 24-jarige leeftijd al,
bij de verkiezingen in verband met de fusie van Voorschoten en Leidschendam in 2001. Voorburg, oh ja, dat krijg je. Dat krijg je. Als je zo vaak Voorschoten zegt, dan gaat je daar wel eens in de mist. Je blijft gewoon thuis. Dus van Voorburg en Leidschendam in 2001. 6 jaar geleden werd ze geroepen tot het wethouderschap. Ze heeft al die jaren laten zien dat ze goed kan samenwerken met verschillende partijen, van links tot rechts, van lokaal tot landelijk. Ook al gaat het haar politiek in Leidschendam, Voorburg lang niet altijd zachtzinnig aan toe, ze wist zich altijd staande te houden en heeft zich steeds ingezet om tegenstellingen te overbruggen. Die ervaring zal ze goed kunnen gebruiken in het burgemeestersambt. Want, dames en heren, het is meer en meer kerntaak geworden van de eerste burger om het vertrouwen tussen de verschillende bubbels in de samenleving, het wantrouwen tussen de verschillende bubbels in de samenleving tegen te gaan. De dialoog te stimuleren en het wederzijdse begrip te bevorderen. Ik verwacht dat deze burgemeester daar heel goed in zal zijn. Nadien heeft er overigens altijd voor moeten knokken om zover te komen en daarbij kwam het familiecredo van hard werken, discipline, doorzetten en samenwerken goed van pas. Dat ze stotterde maakt het allemaal niet makkelijk. Zeker niet het spreken in het openbaar, maar dat heeft ze uiteindelijk heel goed overwonnen. In april plaatste ze nog een prachtige tweet daarover. Meegedaan met de studie naar de genetica van het stotteren. Hopelijk hiermee een klein steentje bijgedragen dat mensen die stotteren in de toekomst beter kunnen worden geholpen. Van mijn ouders heb ik geleerd dat je alles kunt worden in het leven, ook als je stottert. En zo is het. En zo laat ze het zien. Net als de Amerikaanse president Joe Biden. Als wethouder in de buurgemeente Leidschendam-Voorburg en ooit studerende in Leiden kent Nadine Stemerdink Voorschoten en de regio goed. Ze kan makkelijk schakelen tussen het persoonlijke en het straatniveau enerzijds en de grotere bestuurlijke verbanden anderzijds. En dat is heel prettig bij een bestuurder. Nadine Stemerdink, dames en heren, wil vooral burgemeester voor Voorschoten zijn. Ze wil wat voor mensen kunnen doen, iets betekenen in hun leven. Ik ben ervan overtuigd dat ze haar sociaal-democratische hart, de overtuiging dat je plaats in de samenleving niet mag worden bepaald door de plek waar je geboren bent, niet zal verloochenen. Maar ook dat ze er voor iedereen zal zijn. Voorschoten krijgt met haar een positief ingestelde burgemeester met doorzettingsvermogen en hartelijkheid. Die altijd in is voor een praatje en in het bezit is van een schaterende lach. Inwoners zullen haar vast tegenkomen op de fiets, terwijl ze hen enthousiast toezwaait. Wat heb je als inwoner dan eigenlijk nog meer te wensen? Nadine, je bent van jongs af aan een volleybalster. Je zei in een interview, sport vormt je en heeft me gemaakt tot de mens die ik nu ben. Je leert omgaan met tegenslagen, dat je met een team meer kunt bereiken dan alleen. Dat een team zo sterk is als de zwakste schakel. En dat je een collectieve verantwoordelijkheid hebt om die zwakste schakel op sleeptouw te nemen. Dat zijn hele mooie levenslessen. En dat kan ik alleen maar beamen. Ook al moet ik met enige schaamte bekennen dat volleybal nooit echt iets voor mij was. Ik kreeg er altijd verstuikte vingers van. En daarom hield ik het maar bij schaken. Dat heeft me nog nooit een blessure bezorgd. Beste Nadine, je zult het in Voorschoten niet makkelijk krijgen met de vraagstukken als de ontvlechting van de Duivenvoorde-organisatie en de heroriëntatie op de Leidse regio enerzijds, de grote maatschappelijke vraagstukken en het continueren van het werk op allerlei beleidsterreinen anderzijds. Maar ik ben ervan overtuigd dat je hierbij samen met het college en de raad goede stappen zult zetten. Ik zie met vertrouwen uit naar een goede en fijne samenwerking. Ook op het terrein van de openbare orde en veiligheid, het primaire domein van de burgemeester. Je kunt daarbij ook altijd op mijn hulp rekenen. Indien nodig, natuurlijk. Mag ik je tenslotte alvast hartelijk uitnodigen om op 3 oktober aanstaande samen met jouw college voor het eerst Leidens Ontzet mee te maken. Dat is vorig jaar volledig digitaal geweest, maar dit jaar lijken we er vanuit te kunnen gaan dat er wel weer wat leven in de brouwerie zal zijn. En door hebben we u, Nadine en uw hele college, heel geënnebied. Ik dank u wel, dames en heren.
Dames en heren, volgens mij is dit wordt opgenomen en uitgezonden. Ook naderhand nog te zien. En dan zullen wij voor enige ondertiteling zorgen. Hebben we voorgenomen. Ik vraag u nu om naar de schermen te gaan kijken. Want er zijn Voorschotense schoolkinderen die iets willen zeggen. Mensen, mevrouw Zemerding. De kinderen van de Universiteit en de school vinden het fijn dat de Voorschoten weer een nieuwe burgemeester heeft. We heten u van harte welkom in ons fantastische dorp en hopen dat u mooie dingen gaat verrichten. We hopen dat u snel thuis komt. Doei! Ja, u ziet, Voorschoten is een van de weinige gemeenten in Nederland die niet vergrijst is. Het is allemaal jong hier in het dorp. Meneer de commissaris van de Koning, burgemeester Stemerdink, leden van de raad, aanwezigen hier en via de digitale weg. Het belangrijkste wat ik tegen u zou willen zeggen vanavond is gefeliciteerd. Gefeliciteerd raad, ambtelijke organisatie, college en inwoners van Voorschoten met uw nieuwe burgemeester. Er was, de commissaris heeft het ook nog een keer verteld, een ruime keuze aan sollicitanten. En wie die andere sollicitanten waren, is mij ook niet bekend. Maar ik ken uw nieuwe burgemeester al jaren. Daarom kan ik oprecht zeggen, uw nieuwe burgemeester is een heel aardig, toegankelijke vrouw, toegankelijk mens en een daadkrachtige, stevige bestuurder. En juist die twee eigenschappen wil je volgens mij bij een burgemeester. En burgemeester Stemerdink, beste Nadien, van harte gefeliciteerd met het burgemeesterschap van Voorschoten. Ik kan u na een jaar uit eigen ervaring zeggen, een schitterend dorp waar je snel thuis zult voelen. En toch sta ik hier met gemengde gevoelens. Vanaf het begin van mijn waarnemerschap, vorig jaar 6 mei, had ik het gevoel, dit moet niet zo zijn. Nadat Pauline Bouvy even haar post moet verlaten. En ik kan u ook zeggen, Pauline Bouvy zou vanavond hier zijn. Dat was de nadrukkelijke wens van de nieuwe burgemeester. En ik vond dat ook heel fijn, want zij heeft de uitnodigingen bepaald. Een klein aantal mensen hier aanwezig kon zijn dat Pauline zou zijn. Zij zou ook komen, maar vandaag belde ze in de loop van de dag. Ze zei, ik ben verkouden, ik voel me niet helemaal lekker. Ik laat me testen en het is dus niet verstandig om te komen. Maar Pauline, ik weet dat je dit digitaal volgt. Jammer dat je er niet bij bent. En iedereen heeft toch dat dubbele gevoel vandaag. Dit had niet zo moeten zijn, maar nu het zo is, is het wel fijn dat je zo'n goede opvolger hebt. En wij houden contact nog heel lang. Ik maak er ook geen geheim van dat in het begin belde ik wel 2-3 keer in de week. Want ik had zoiets van, ik zit even op jouw plek, dus ik moet geen dingen doen die een en ander doorkruisen. Daarna werd het iets minder, maar 1 keer in de week. En je hebt altijd die belangstelling voor het dorp gehouden. Heel veel dank en wij houden contact. Ook om een andere reden sta ik hier met gemengde gevoelens. Want eerlijk is eerlijk, ik vind het best wel jammer om Voorschoten los te laten. Want ik ben van Voorschoten gaan houden. Wat een mooi dorp. Het vele groen, de parken, fijne woonwijken, leuk centrum, fraaie voorstraat.
Maar belangrijker dan dit soort materiële zaken is het immateriële. De sfeer in het dorp. Bijna altijd gemoedelijk. Ja, bijna altijd, zeg ik. Zolang het niet gaat over zwemmen een stukje water van 150 meter lang en nog geen 15 meter breed, gaat het altijd heel gezellig in het dorp. De sfeer, de omgangsvormen in Voorschoten, zeker ook in de gemeenteraad en ik klap even uit de school, ook in het college van burgemeester en wethouders, is bijzonder goed. Dat wil niet zeggen gezapig. Nu kijken een paar leden van de niet-collegefractie, wat gaat hij nou zeggen? Het wil niet zeggen gezapig. Er wordt flink gediscussieerd. Er zijn ook meningsverschillen. Maar het is en blijft altijd beschaafd. En er wordt uiteindelijk met elkaar gezocht naar de beste oplossingen en besluiten voor inwoners en dorp. En deze cultuur, deze wat ze ook wel noemen bestuurscultuur, is minstens zo belangrijk voor het zelfstandig goed kunnen functioneren van een gemeente als het aantal inwoners. Burgemeester Stemerdink, ik wens u toe dat u dezelfde positieve samenwerking, dezelfde teamgeest zult ervaren als ik die heb meegemaakt de afgelopen 12 maanden. Ik bedank overigens de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters dat ze mij het vertrouwen gaven ruim een jaar geleden om te gaan waarnemen. En dank wethouders, gemeentesecretaris, Griffie, secretariaat, kabinet, medewerkers van de gemeente en gemeenteraad voor de uiterst prettige samenwerking. Kritisch zoals het moet, fatsoenlijk en gericht op het er samen uitkomen. En wordt het allemaal makkelijk de komende tijd? Loopt alles op rolletjes? Nee. Afgelopen jaar namen wij unaniem in Voorschoten het besluit, en dat gebeurde overigens ook unaniem in Wassenaar, dat we weer een eigen ambtelijke organisatie krijgen. Nog een paar maanden en het is zover. Maar eerlijk is eerlijk, het zal tot in 2022, tot in de loop van het volgend jaar duren, tot het allemaal echt helemaal op orde is. Dat er eindelijk veel minder inhuur is, veel minder vacatures, dat er weer een team is, dat er is elke dag voor het bestuur en vooral voor de inwoners van het dorp. En het meeste werk daaraan doen niet de meeste van ons zoals we hier zitten, ook niet de burgemeester, maar dat doet onze gemeentesecretaris met zijn loco en een aantal andere leidinggevenden in de organisatie. Het gemeenteteam compleet maken straks, een nieuwe samenstelling, duurt nog even. En wat hebben de gemeentesecretaris zijn loco en een aantal anderen het afgelopen jaar waanzinnig hard gewerkt en al veel bereikt. En ik zou zeggen, raad en college, steun ze de komende tijd. De loodzware klus duurt nog even, maar dan, straks, echt volgend jaar, ik ben ervan overtuigd, is er een gemeente met een ambtelijk apparaat waar alle Voorschotenaren blij mee zullen zijn. Gericht op inwoners in het dorp, dicht bij u allen, dicht bij college en raad. En ik vind het een voorrecht aan te hebben bijgedragen. Met een unaniem college en raad hebben we de beste weg gekozen. Nu lastig, nog een weg vol hobbels en bochten, maar het mooie plaveisel lonkt. Ik wil niet zeggen dat u 130 moet gaan rijden, maar dat terzijde. Burgemeester Stemerdink, vol vertrouwen en enigszins sentimenteel terugkijkend, leg ik bij wijze van spreken Voorschoten in uw handen. En dat wil ik doen door 2 cadeaus aan u te geven die ik ook maar in bruikleen had gekregen. Nu krijgt u ze in bruikleen voor een veel langere tijd. Daar ga ik vanuit en dat weet ik ook. Ik wil graag de ambtsketen en de voorzittershamer van de gemeenteraad aan u gaan overhandigen. En nadat ik dat heb gedaan, zeg ik wel eerlijk, ik blijf u wel een beetje volgen en de gemeente. Want na een mooi jaar hier in Voorschoten laat het dorp mij niet los. En ik zeg tegen u allen, zorg goed voor het dorp en de inwoners. En dat zeg ik met enig eigen belang. Met kinderen en 3 kleinkinderen die hier wonen, vind ik dat echt heel erg belangrijk. En tot slot nog 1 bedankje. Lieve Helene, je zit daar verderop. Mijn vrouw, mede door jou kan ik, hoewel ik pensioengerechtigd ben, nog steeds werken, een bijdrage leveren als daar behoefte aan is. En tegen de CDK zeg ik, het is goed dat u zei dat het aantal vrouwelijke burgemeesters nog maar iets meer dan 25% is, maar de snelst groeiende groep Nederlanders, de 70-plussers, nog niet 1%, zeg ik erbij. Dus is dat... Ja, Helene, sommigen denken dat je het prettig vindt als ik niet te veel thuis ben. Volgens mij is het ook omdat je weet dat ik nog graag werk en wij de vrije tijd die er overblijven samen geweldig goed weten in te vullen. Gewoon met z'n tweeën. En jij werkt ook nog. En je bent ouder dan ik ben. 6 weken, dames en heren.
En de tijd die we hebben, vullen we altijd gezellig in. En het allerleukste met kinderen en de kleinkinderen. Helene, bedankt dat jij ook dat afgelopen jaar weer mogelijk maakte. Mij hebt gesteund. En burgemeester Steenwerdink, wat klinkt dat geweldig, hè? Ik had begins iemand burgemeester en dacht ik, wie zou ze hebben, maar het went. Nadien, ik ga je nu heel graag en ook met groot plezier de ambtsketen en de voorzittershamer overhandigen. En dan het laatste woord is niet meer aan mij, maar is aan uw burgemeester, burgemeester Steenwerdink. En voor ik dat doe, staat in mijn handleiding dat ik mijn handen moet desinfecteren voordat ik de ambtsketen aanraak en aan u geef. Dat ga ik doen. Dank u wel. Beetje veel. Nou, we hopen dat het denk ik goed gaat. Eerst kijken of dat goed gaat. Gewoon eraf pakken zo. Ja. 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 Oh, de microfoon staat aan. Omdat het leuk is. Ja. Oké. Top. Die zo? Ja. Ja, goed. Nee. En ik heb de eenvoudige hamer gebruikt, maar de echte originele chique hamer is natuurlijk voor de nieuwe burgemeester. Ja. Maar misschien zal ik hem weer hier neerleggen zo voor het afhameren van de vergadering. Ja, dat is goed. Ik zal hem verder niet aanraken. Ja? Aan u het woord. Ja. Speech nummer 5. Houdt het allemaal nog een beetje vol? Daar gaan we. Meneer de commissaris van de Koning. Meneer de kabinetschef, leden van de gemeenteraad, collegeleden, collega's, teamchef van de politie, brandweercommandant, inwoners, organisaties en verenigingen, lieve familie en vrienden. Wat fijn dat u hier vanavond fysiek of via de videowall of via de livestream aanwezig bent. Het is voor mijn familie en speciaal voor mijn moeder een bijzondere avond. Uiteraard vanwege mijn installatie, maar ook omdat een heel klein deel van mijn familie elkaar voor het eerst in ruim anderhalf jaar weer live ziet. Na het bekend worden van mijn voordracht heb ik die avond mijn familie opgebeld. Zij wisten niet dat ik had gesolliciteerd, want zoals een echte Achterhoekse betaamt, daar praten wij niet over. Nadat iedereen een beetje was bekomen van mijn mededeling, zeiden ze, wat zou je vader trots op je zijn geweest? En daar hebben ze gelijk in. Wat zou hij het allemaal graag hebben meegemaakt? Het is alweer ruim 15 jaar geleden dat mijn vader is overleden. En op dit soort momenten is het gemis met geen pen te omschrijven. In mijn sollicitatiebrief heb ik geschreven dat ik met groot enthousiasme solliciteer naar het burgemeesterambt van de Voorschoten. Een gemeente waar ik mij in zie wonen, werken en leven. Ik had toen niet durven denken dat ik hier vandaag op maandag 17 mei vol trots voor u zou staan als uw nieuwe burgemeester. Ik kijk ernaar uit om zo spoedig als mogelijk in Voorschoten te komen wonen. Ik ben me uiteraard bewust onder welk gesternte u de vacature heeft moeten openstellen. Pauline, fijn dat je vanavond aanwezig bent via de videowall. De burgemeesterspeld die je mij eerder hebt gegeven zal ik met waardigheid dragen. We zijn nu op een historische locatie in Voorschoten, Kasteel Duivenvoorde. Het is al een paar keer aangegeven. En vanwege de coronamaatregelen vindt deze bijzondere raadsvergadering plaats in de tuin. Ik weet niet of er eerder eigenlijk een installatie in de open lucht heeft plaatsgevonden. Ja, toch wel. Hoeksewaard, kijk. Maar gelukkig waren de weergoden ons redelijk gunstig gezind zo op het eind van de dag. Maar ik besef dat een burgemeestersinstallatie altijd een hele organisatie is. Zeker in deze tijd vergt het nog meer, zodat alles goed, maar ook vooral veilig verloopt. Ik wil vanaf deze plek in elk geval twee personen bedanken. Dank Antoinette van Dorsen, directeur Kasteel Duivenvoorde, en Minke Elkerbout, de plaatsvervangend griffier, voor al jullie hulp, inzet en flexibiliteit om deze avond binnen alle maatregelen zo feestelijk als mogelijk te maken en voor mij onvergetelijk. Daar mag ik best even voor applaudisseren. Ik ben geen makkelijke tante.
De afgelopen weken heb ik al veel felicitaties mogen ontvangen. Wat een warm welkom is het voor mij toch in Voorschoten. Dank ook aan de kids dat zij mij op deze manier ontvangen. Ik vind het belangrijk dat kinderen meepraten en meedoen, dat zij ook een stem hebben. Dank ook aan de sprekers van vanavond. De commissaris van de Koning, de voorzitter van de Vertrouwenscommissie. En de voorzitter van de Veiligheidsregio, van de burgemeesterskring en de langzittende burgemeester van het land, heb ik zojuist gehoord. Dank voor jullie mooie en warme woorden. En Henry, we gaan binnenkort ook gewoon een keer in de Achterhoeks praten. Ik heb overwogen om mijn speech te gaan houden in het Neder-Saksisch. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan uiteindelijk. En dankjewel ook aan Charlie. Dat je het afgelopen jaar met zoveel inzet en betrokkenheid waarnemend burgemeester van Voorschoten bent geweest. Ik ben er trots op dat ik jou mag opvolgen. Ik wil de Vertrouwenscommissie en de gemeenteraad bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Op de avond van 22 maart was ik stil en blij tegelijkertijd toen de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Katrien van Meenen, mij belde en vertelde dat ik werd voorgedragen. Slechts een paar mensen wisten dat ik heel graag burgemeester van Voorschoten wilde worden. En ik ben blij dat jullie hier vanavond zijn. Want dankzij jullie onvoorwaardelijke steun, heldere adviezen, lange telefoongesprekken, scherpe reflecties en de voorbereidingen van alle gesprekken met de vaste ingrediënten en de memorabele bezoekjes aan Voorschoten sta ik hier nu. Ik ben jullie intens dankbaar. Ik had het niet alleen kunnen doen. We hadden ons aan het begin van 2020 ons niet kunnen bedenken in welke situatie we tot aan de dag van vandaag zouden zitten. De coronapandemie en de bestrijding daarvan heeft een grote impact op ons in alle mogelijke opzichten. Ik zie vrienden van mij, jonge mensen, die elke dag nog te kampen hebben met de restverschijnselen van het coronavirus. En de onzekerheden die groter zijn dan ooit voor bijvoorbeeld ondernemers. Zorgen van mensen over hun baan. De schuldenproblematiek die zich opstapelt. De leerachterstand bij kinderen. Eenzaamheid en depressie onder jongeren. En de zorgen over het welzijn van onze ouders, of die nu thuis zelfstandig wonen of in een verpleegtehuis. Opgaven waar we met z'n allen raad, college en inwoners voor staan. Nu ruim een jaar later zien we het licht aan het eind van de tunnel, maar we zijn er nog niet. We staan misschien al voor de grootste uitdaging in de moderne tijd. Hoe zorgen we er samen voor dat straks als het coronatijdperk achter ons ligt, de lokale samenleving nog overeind staat? We moeten uiteindelijk weer terug naar de structuren van voor de coronapandemie. En de goede dingen uit deze periode proberen te behouden. Zoals het wat meer omkijken naar elkaar. Alle maatregelen hebben ook gevolgen gehad voor de mogelijkheden die de college en raadsleden hadden om contact te houden met de samenleving. Zo kon bijvoorbeeld waarnemend burgemeester Abtroot het afgelopen jaar geen bezoek brengen aan jubilerende bruidsparen en 100-jarigen. En zodra de maatregelen dat toelaten en de betreffende inwoners hier nog prijs opstellen, dan zou ik graag deze bezoekjes alsnog willen afleggen. Het afgelopen jaar heeft ons in het werken ook nieuwe kansen geboden. Het digitaal vergaderen en het thuiswerken zijn ongekend snel ingevoerd en ook niet meer weg te denken. Het is wel belangrijk dat zodra het weer mag en kan, de gesprekken bij de koffieautomaten weer op gang komen. Een groot compliment aan de ambtelijke organisatie die ervoor heeft gezorgd dat ondanks het thuiswerken en ook alle zorgen die zij ongetwijfeld hadden over hun eigen omgeving, de dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en verenigingen is doorgegaan. We gaan de komende periode verder aan de slag om de dienstverlening te verbeteren. Dienstverlening is veel meer dan de afgifte van paspoorten en rijbewijzen. Dienstverlening betekent dat je je werkwijze op elk terrein elke dag aanpast als de samenleving daarom vraagt. Als overheid moet je naar mijn overtuiging elke dag hard werken om je bestaansrecht bij en het vertrouwen van de inwoners te blijven verdienen. Dat is mij de kern waar de dienstverlenende overheid om draait. Het is daarom ook van belang dat de ambtelijke organisatie dicht bij de inwoners staat. Want voor die inwoners, daar doen we het dus voor met z'n allen. Op dit moment zitten we in een spannende fase. De overgang van een gezamenlijke organisatie met Wassenaar naar de opbouw van een eigen organisatie is een hele forse klus.
De winkel openhouden tijdens een ingrijpende verbouwing gaat altijd gepaard met enig ongemak. Er wordt door de gemeentesecretaris hard gewerkt om een goede organisatie neer te zetten, maar dat kost wel tijd. En bij een dienstverlenende organisatie hoort ook de instelling dat we met elkaar kijken wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. We hebben het hier over de ja-mits-mentaliteit. Stappen zijn gezet in de participatie en deze gezamenlijke zoektocht gaan we samen met elkaar verder aan. Het betekent overigens niet dat alles kan. Participatie gaat erom om met elkaar tot betere plannen en nieuwe inzichten te komen. Het beste doen voor inwoners. Het gaat er niet om of iemand wel of geen gelijk heeft. Dienstverlening betekent ook dat de hulpdiensten dicht bij de inwoners zijn. Er komt een dag dat in ieder van ons de brandweer, politie of ambulance in zijn leven nodig heeft. Mijn vader, een oud politieagent, heeft mij geleerd dat ik dankbaar moet zijn dat er mensen zijn die dag en nacht in touw zijn voor onze veiligheid. Dat ik dankzij agenten die 's avonds in de wijken aan het werk zijn, ik onbezorgd in mijn bed kan stappen. De inzet die waarnemend burgemeester Abtroot heeft gedaan voor meer wijkagenten in Voorschoten zet ik onverminderd door. Datzelfde geldt ook voor het opzetten van een eigen politiepost in het gemeentehuis. En dat u als raad kiest voor de inwoners, heeft u vaak laten zien. Maar ook onder meer bij het besluit om de focus van de samenwerking te verleggen naar de Leidse regio. Een grote stap is dat geweest, maar een goede en vooral logische keuze. We gaan met elkaar in de regio aan de slag om vanuit de inhoud de samenwerking verder vorm te geven en in te vullen. Het lokaal bestuur is denk ik een van de mooiste plekken die er is. Je kunt het een verschil maken in mensen hun leven. De reden waarom ik ooit het openbaar bestuur ben ingegaan. En met elkaar gaan we Voorschoten elke dag een beetje mooier maken. U bent raadslid geworden omdat u ook het allerbeste wil voor de gemeente. Op dit moment zitten we in een situatie waarin alle gemeenten door keuzes van het Rijk in financiële problemen zitten. De kosten voor onder andere de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg zijn niet meer op te brengen. Door geen enkele gemeente. Het over de schutting gooien van extra taken richting gemeenten waar geen fatsoenlijk bedrag mee komt, moet gewoon stoppen. Gemeenten zijn de eerste overheid, niet het eerste afvoerputje. En gelukkig wordt er in ieder geval door de VNG van alles aangedaan om dit recht te gaan trekken. En dan ga ik u iets opbiechten over mijn eerste liefde. We houden het zeker netjes. Ik zie al een aantal mensen verschrikt kijken. Geen zorgen. Ik heb het over volleybal. Er werd wel over gesproken. Waar ik als 6-jarige meisje ooit mee ben begonnen. Absoluut mijn eerste liefde. Daarna volgen er nog vele overigens, maar dat is niet voor nu. Doen we bij de borrel, ja? Ik ben opgegroeid en opgevoed in de sporthal. En dat is bepalend geweest voor de persoon die ik nu ben. Ik heb daar leren incasseren. En dat je samen verantwoordelijk bent voor als er is gewonnen, maar ook als er wordt verloren. En je doet het altijd met elkaar. Dan heb ik het niet over de 6 mensen die in het veld staan. Maar vooral ook over de mensen achter de schermen. Die voor alles zorgen, zoals een fysiotherapeut, degene die het vervoer regelt. De mensen achter de schermen. En met elkaar ben je een team. Dat is ook de manier waarop ik werk en op de manier waarop ik het burgemeestersambt ga invullen. En wat ben ik trouwens blij dat de sportscholen woensdag weer open mogen. Precies, heerlijk. Een ander plekje in mijn hart is voor Winterswijk, in de Achterhoek. Daar liggen mijn roots. Nooit mijn afkomst verloochenen. Mijn vader en moeder zijn daar geboren en getogen. En werk heeft ervoor gezorgd dat ze in het westen zijn komen wonen. Thuis werd altijd Nedersaksisch gesproken. De taal waar ik mij bij thuis voel. En na de coronatijd hoop ik weer eens met lieve mensen, ze zijn hier aanwezig, te kunnen afreizen naar het meest oostelijke puntje van het land. En gezellig langs slagerij Wassinke te kunnen een rondje lopen in het centrum en een bakje doen op de markt, waar ik heel vaak bij mijn opa en oma heb gezeten. En uiteraard op de terugweg naar het westen via het Terborg rijden. Om bij snacker Holman een patatje te halen. Een traditie die wij al doen zolang als het ik mij kan herinneren.
en er altijd in blijft. Ik begrijp dat wat bijzonder kan overkomen voor u. Voor mij trouwens ook, want het ligt namelijk helemaal niet op de route naar huis. Dus hoe we er ooit zijn gekomen? Nou, we kunnen het mijn vader niet meer vragen, maar we doen het gewoon. En tweede, de traditie die door de familie loopt, is de politieke lijn. Het is net al aangegeven ook. Nou, iedereen kent vast wel ome Bram, hè? Oom Bram, fijn dat je er ook hier vanavond aanwezig bent. En voor degenen die hem niet kennen, oud-Kamerlid en oud-minister en staatssecretaris van Defensie. En mijn vader is een hart altijd een politieagent is gebleven. Maar later het ook gemeenteraadslid in Voorburg is geworden en lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Trots ben ik dat ik in hun voetsporen ben getreden in het openbaar bestuur. En dan kent onze familie nog een andere traditie. Namelijk die van stotteraars. U heeft vast gehoord dat ik niet altijd even vloeiend spreek. Mijn vader en opa die stotterden ook. En wat fijn dat ik een stokje van ze heb mogen overnemen. Ook dat stokje. Iemand moet het doen, zullen we maar zeggen. Ik bied me altijd graag aan voor dit soort klussen. Het is vroeger best moeilijk geweest. Want ik bleef hangen bij elk woord. Mijn ouders hebben altijd tegen mij gezegd dat ik mijzelf moet kunnen redden. Omdat ze niet mijn hele leven mijn handje kunnen vasthouden. Als klein kind stuurde mijn moeder me elke dag naar de bakker voor een half bruin brood gesneden. Ofwel een groenteboer voor 2 komkommers. Ik kan u verzekeren, het angstzweet breekt mij nog uit als ik daaraan terugdenk. Het ging namelijk niet zo goed. Maar ik heb daardoor wel geleerd, ook voor mezelf op te komen. Ik heb er hard aan moeten werken om zo te kunnen spreken. En dit is het resultaat. Niet perfect, maar ik sta er en het is best oké. Een lerares van school heeft vroeger tegen mijn vader gezegd dat ik later maar een baan moest zoeken. Dit is waar gebeurd. Dat ik me later maar een baan moest zoeken waarbij ik niet zoveel hoefde te praten. Zeker niet in het openbaar of voor groepen. Waarom mijn vader zei, dat gaan we nog wel eens zien. Nou, en de rest is geschiedenis. De levensles is, laat je nooit door iemand aanpraten dat je iets niet zou kunnen. Ik ga afsluiten. Ik wil de raad nogmaals bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. U zocht in een nieuwe burgemeester een daadkrachtige bestuurder met een warm hart voor de samenleving en een boegbeeld voor het dorp en de gemeentelijke organisatie en een aanjager van de samenwerking in de regio. Als uw raad in mij deze burgemeester ziet, ben ik ongelooflijk trots op. Ik ga er alles aan doen om dat waar te maken met alles wat ik in mij heb. Inderdaad, mijn volle inzet, mijn positieve insteek. En ook ja, zoals u dat heel mooi heeft verwoord in een persbericht, mijn aanstekelijk enthousiasme. En dan is het nu echt hoog tijd om met elkaar aan de slag te gaan. Ik dank u wel. Bordje weg. Ja. Dankjewel. Ja. Ik wil u van de vier hartelijk danken voor uw komst. En hier besluit ik deze bijzondere raadsvergadering van 17 mei 2021. Dank u wel.